reed de laatste onlangs zeker 2 weken rond met een kapot dimlicht aan mijn auto. En af en toe stond ik bij een stoplicht achter een politieauto en was even ongerust, maar er gebeurde nooit wat. Geen politieauto lette ook maar op mij. Totdat ik bij een 's avonds laat bij een verlaten pompstation de pompbediener die ik ken en die uit Roemenië komt, tegen mij zei dat hij mijn lamp ging maken. En dat vervolgens in het pikken donker en wind en regen ging doen. En er kwam nog een jonge man in een auto voorbij, die bleek automonteur te zijn. En die had duidelijk was van Marokkaanse komaf. En zo stonden ze met z'n tweeën mijn licht te repareren. Want, jongen, zeiden ze tegen mij, kijk maar uit, je kunt er geen dag meer rondrijden. Je wordt echt de eerste dag ogenblikkelijk aangehouden. Want tegenwoordig word je bij het minste geringste aan de kant gezet. Dus dit kan echt absoluut niet. En zij wisten niet, dacht ik, tot mijn grote gêne, dat de politie, als die mijn kenteken invoert en mij checkt, denkt, ach, dat is die aardige rechtsfilosoof die altijd zo constructief meedenkt over profileren. Ik ben werkelijk van mijn leven nog nooit aangehouden door de politie. En dat wil zeggen dat al mijn overtredingen, want die pleeg ik vele, dus niet in de databestanden terechtkomen. Technologie versterkt de vooroordelen en lost ze niet op.